En daarom zal boven Brabant de komende maanden meer gevlogen worden. Want de Friese F-16's gaan gewoon met hun training door. We moeten ervoor zorgen dat we Afghanistan blijven ondersteunen. De landsverdediging. We moeten, wanneer we misdaad op proberen te sporen, hennepkwekerijen bijvoorbeeld, moeten we ook getrainde vliegers hebben. Dus we kunnen niet stil blijven zitten. Al die training betekent wel extra geluidsoverlast. Ten opzichte van de afgelopen weken zal het een verdubbeling van de lokale vliegbewegingen zijn. Die hoeveelheid komt het overeen met wat we een jaar of 5 geleden hier op Volkel hadden, toen er nog 3 operationele squadrons waren. Met de vliegtuigen van Leeuwarden die binnenkomen, moeten we en blijven we dus ook ruim binnen de normering die wettelijk is vastgelegd. De vereniging Omwonenden Volkel, die de geluidsoverlast bewaakt, zegt geen problemen te hebben met de tijdelijke komst van de F-16's.